dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen en moet je eens even kijken wat voor prachtig het weertje het ook weer is. En de tuin is helemaal voorzien van gras. Gisteren hebben we keihard gewerkt met z'n allen om dit erin te krijgen. Ziet er echt prachtig uit, het heeft gisteren geregend, fantastisch. En nu dames en heren, nu wordt hier het grind gestort. Morgen! Morgen! De platen liggen er al in. Jazeker. Wat dik zeg. Was goed? Ja, lekker. Ja. Morgen. Enzo. Morgen. Zo, wat is dit voor... Om van onder open te halen. Meen je? En dan kunnen we even open snijden en dan trekken hij hem heen en weer. Oké. Okay. Ja. En heen en weer. Hoppa. Oh, dit is wel dik hoor. Dat is nummer 1. Dit is echt slim op deze manier. Ja, hè? Gaat dit bij alle grindzak zo? Als we zo'n machine in de buurt hebben, absoluut. Wauw, dat is echt fijn, hè? Mag ik er nog eentje doen? Ja, jij mag de volgende weer doen. Wow. Dit is echt geniaal, dit is nice. Wow, wat beginnen we de dag heerlijk, zeg. Wat je dus hier ziet, dames en heren, de voortuin wordt voorzien van allemaal grinten. Ja, er gaat wel even wat tijd in zitten weer, maar... Ik denk dat ze vandaag aardig ver komen en dat ze misschien al tot ergens daar of zo alle matten, honingraadmatten kunnen neerleggen. En dan uiteindelijk het grind erop kunnen krijgen. Je ziet ook dat hieronder zit een beetje dat witte. En dat is er om voor te zorgen denk ik dat het grind niet in de grond gaat, maar dat het gewoon erop blijft liggen. Dus ja, dit gaat hard hoor. Kijk, er komt nog een zak aan. Dan mag ik die ook weer opensnijden. Ja, dit wordt echt grandioos. Dit is echt super. Jeetje, Mina. Dit gaat wel hard zo hoor. Lekker hè? Zeker, echt nice. Tot waar denk je vandaag af te krijgen? Ik wil eigenlijk vandaag de hele oprit erin hebben. Ja? De hele voorkant van grind. Daar ga ik wel voor. Ja. Wow. We krijgen over een uurtje nog die 6 kuub puin voor de voorkant. Ja. Die even goed te verdichten. En perfect. En dan gaat dus zo meteen kunnen we alweer verder gaan de platen leggen tot aan het begin van de oprit. Dus voor de schaft moeten we dat erin hebben. En voor de lunch? Ja. Lunch. Ja. En dan, ja, dan hebben we nog de hele middag om de oprit erin te gaan bewerken. Wow. Perfect, nou ik ga het mes maar weer pakken. Daar gaan we weer. Maar gewoon lekker hoog, van onderaf. Oké, hij gaat hem lekker hoog optakelen. Moet ik er natuurlijk niet onder gaan staan, dat is niet prettig. Maar dit wordt wel dik zo. Hoppa! Goed fanatiek gehad hoor. Misschien dat hij iets minder diep moet. Ja, ietsjes. Oh, ligt een beetje te veel op hetzelfde plekje. Ja, het smeert hem zo aan. Oei, oei, oei. Maar dit is wel dik hoor. Dit gaat hard zo. Dit gaat echt hard zo. Ja, ik had een kleiner gat moeten maken. Dan hadden ze niet zoveel hoeven uit te smeren zoals daar. Maar dit wordt super dik. Echt super dik. En wat een hulp joh. Fantastisch. Nou, dankjewel mannen. Yo! Zo, dit is echt heerlijk hè, om te zien. Dus nou ja, wat ik eventjes ga doen. Ik ga even een camera boven voor op het balkon zetten. En dan zien jullie wel eens eventjes hoe hard het gaat. Het ziet er al zoveel anders uit dan een klein uurtje geleden. Alles helemaal mooi verspreid. Heel nice. Dat is perfect. Oké, ze gaan het puin storten. Dus ik volg Maarten. Waar gaan ze het storten? Ja, die rijplaten moesten voor die vrachtwagen. Ja, anders komt hij er nooit in. We hebben hier nu ruimte gemaakt. Er komt 6 kuub puin, dat wordt zeg maar voor de onderlaag. En dat we dan een dunne laag zand hebben, want dan heb je niet dat je sporen gaat draaien. Ja, want die onderlaag van puin, dat moest puur komen omdat het nog opgehoogd moet worden, omdat de studio hoger is. Bij de garage moet je zeg maar bijna 30 centimeter omhoog. En als je 30 centimeter alleen maar zand doet, en zeker met een auto met jouw gewicht zeg maar, van die auto, ja. Ja, dan kun je sporen gaan rijden. Dan staan we een beter een laag puin en dan hebben we maar een paar centimeter zand en daar komen we dan de platen. Nou, daar is wel over nagedacht. Ja, natuurlijk. Dus dat komt er nu aan. Hoppakee. Zo, kijk dan, echt precies hè. Knap hoor. Oh, oh, oh. Ik ga het naar beneden. Ja, perfect. Perfect joh. De containertjes ook al weg hè? Op ja, dat is ook fantastisch inderdaad. Ja, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Maar de twee containers die zijn opgehaald, die helemaal vol zaten. En er is een nieuwe container neergezet voor op straat. Dus dat is ook tof. Kijk, daar zit al het puin in. Als het goed is, dan gaat deze man die gaat deze bak omhoog doen. Kiept hij hem en dan gaat alles zo naar beneden. Dat is de bedoeling. Mooi. Oké, hij zit in zijn wagen. Daar gaat hij. Hoppakee. Kijk eens joh, dat hele ding die gaat naar achter. Ja, dat is een idee. Daar valt het puin.
Jan die staat er ook mooi bij. Kijk dan joh. Hoppakee. Nou, bedankt. Kijk hoe hoog die staat, hè. Niet normaal, joh. Kom bijna tegen die boom aan. Moet je kijken. Ideaal dit. Echt ideaal. Hoppakee. En weer een zakje. Zo, dames en heren. Ik heb met dit warme weer buiten eventjes mezelf opgesloten hier in de studio. Natuurlijk wel de airco aangeknald. Maar nu ga ik toch eventjes naar buiten. Kijken hoe ver ze zijn aan de voorkant van de tuin. Even vragen of ik nog kan helpen. Misschien kan ik hier en daar nog wat doen. Misschien een zak opensnijden. Misschien ook wel niet. We gaan gewoon eens even polshoogte nemen. En met een beetje geluk heeft Myron voor mij een lekker frikandelbroodje. Hey, er zijn pakketjes binnengekomen. Hoe nice is dat? Ik zie hier een paar pakketjes. Deze had ik trouwens net eventjes uitgepakt. Moet je kijken hoe mooi deze is. Dit is perfect. Zullen we deze eventjes meteen laten zien aan de mensen? Ja. Waar die hoort. Yes? Oké, deze heb ik namelijk voor Myron gekocht. Want ik zat meteen eventjes te zoeken. En ik zal je ook laten zien hoe het werkt. Ik vind het echt een geniaal systeem. Als je hier je vinger doet, op dat kleine stukje. Ja. Dan kan je hem dus omhoog doen. Dus wil je dat eens doen? Oh, zo. Ja. Dus de klap er nu eens uit? Ja, dat doe ik hier. Oh, heb maar even een shirt voor mij aan natuurlijk hoor. Klap hem nu eens uit, zeg jij. Ja, je klapt hem uit. Boom. Kijk hoe clean deze is, hè. Heel erg mooi. Ja, en dan moet ik daar boven even bij. Yep, hier heb ik hem voor gekocht voor Myron. Zodat ze boven overal bij kan. Ik heb hem verkeerd gezet. Oh. Oh, je moest je helm hebben? Hey, top. Dankjewel. Nou, zo, dan geef ik hem weer aan. Alsjeblieft. Bedankt, man. Het is je eigen helm trouwens. Dan klik de deur dicht. Berg je hem op. Lipje. Oog. Nou. Nah. Hij zet hem hier weer. Ah, hij staat mooi, hè, zo. Hij is nice. Hij is echt mooi. Mooi sporten. Hé, hey, wie hebben we hier? Oh, niet zo hard, man. Hé, hey, Floki! Maar je bent er blij mee? Heel blij mee, dankjewel. Mooi, want dit is de oude die we hadden, zeg maar. En ja, die is gebruikt voor het schilderen, het klussen, noem alles maar op. Dus heb ik een nieuwe besteld, zodat dat gewoon weer clean ook bij het huis past en in de kamer. Gewoon super mooi weggewerkt. We waren eerlijk gezegd niet zo heel erg tevreden over deze stofzuiger. Tenminste, ik voornamelijk niet, de Dyson. Myron die was er wel heel erg blij mee. Alleen, we kregen nog ineens de benedenverdieping hier gestofzuigd met één accu. Dus toen had ik zoiets van, Myron, we doen dat ding weg en we gaan gewoon op zoek naar iets anders. Nou, en toen had Myron toch te horen gekregen dat de allernieuwste dan wel heel veel betere accu had en veel meer kon zuigen, weet ik wat allemaal. Dus heb ik nu die nieuwste voor Myron gekocht. En ja, daar heb ik natuurlijk zelf ook weer wat aan, want dan blijft alles schoon. Precies. Ja. En dan kan die andere in de studio, want dat is kleine oppervlak, dus dan kan je sowieso op één accu wel stofzuigen. Ja, zeker waar. Ik heb alleen wel een klein foutje gemaakt. Oh, wat dan? Dit is de Dyson Detect, maar je hebt ook de Detect Advanced, volgens mij. En die heeft zo'n laserlampje eronder. En ik dacht dat dat deze was, maar dat is niet deze. En wat doet dat laserlampje dan? Ja, dan zie je stof nog beter, want die schijnt dan zo op de grond. En dan zie je, zeg maar, waar het vies is. Het moet niet gekker worden, dames en heren. Een laserlampje op een freaking stofzuiger? What? Oké, ik neem deze mee. Frikandellenbroodje. Oeh, die heb ik al een tijdje niet gehad. Lekker. Ook al ben ik ook wel benieuwd wat die andere pakketjes zijn. Eén hiervan weet ik sowieso, maar het zijn er drie. Huh? Wat? Ik heb een bril opgestuurd gekregen. Een high definition polarized sunglass. Zo. Zo. Oh yeah. Je hebt er ook eentje, schat. Oh, fijn. Boom. Boom. Hey, maat. Hey. Wat een romantisch momentje hier ook. Ja, joh, we zitten net onze nieuwe zonnebrillen te checken. Die voor jou. Die ja, die hebben ze voor jou opgestuurd. Oh, echt? Oh, staat jou wel. Ja. Ik ben altijd zo... Zo, jij bent echt zo'n papa nu. Ja.
Serieus? Ja, jij bent echt een papa nu. Ja, lifeguard, papa. Ja, vet is, hè? Ja. Hey, maar ik heb altijd zoveel moeite om een zonnebril te vinden, dat mijn ogen zo dicht bij elkaar staan. Dus staat deze echt goed? Ik ja. Kan deze best goed staan. Ja, en dit is wat een vette broek is dit, van lifeguard. Ja. Heel kikken. Hoe is het, maat? Goed, maat. Ja. Jij ruikt altijd zo lekker ook. Ja, dank je. Ja, dat is echt zo'n Rutger geur. Hallo. Ruik je dat? Ja, dat ruik ik. Ja, mag ik even in de spiegel kijken? Oh joh, hij staat echt dik. Ik weet het, bro. Hij staat gewoon goed, ja. Zo, kappertje, hè. Lekker, man. Goeie, hoor. Goeie, hè? Ja, zeker. Hé, deze kunnen we opzetten voor straks, hè. Ja, voor stoer doen. Ja, voor stoer doen. Ik ga even verder met mijn pakketje. Ik heb geen idee. Bro, ik heb dit gewoon opgestuurd gekregen. Er zit ook niks bij. Ik kreeg briefje niks. Ik heb dit helemaal niet besteld. Inkt? Dat heb ik helemaal niet besteld ook. Ik heb helemaal geen batterijen en enveloppen besteld. Dat is zo vaag. Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb enveloppen en batterijen. Een rare combinatie ook. Ja, heel vaag. En deze weet ik als goed wel. Dit is gruwelijk. Wat is dat? Ja, dit is echt een heel vet idee. Dit zijn die oude camera's. Oh ja. Waarvoor is dat ding? Oh, weet het al. Ja, leuk. Heel leuk. Dat leg je hier ook wel neer dan, hè? Ja, heel leuk. Dit is tof. En ja, we hebben er 12 in totaal. Zo. Dus ja, we hebben 12 van die... Weet je wat ik gezien had? Cameraatjes. Oké, okay, wat ik dus gezien had op TikTok. Je kan dit kartonnetje eraf halen. Ja. En dan op een A4 leggen van de kleur die jij mooi vindt. En dan knip je hem zo uit. Dan teken je precies die outline, zeg maar. En dan kan je hem gewoon in de kleur doen die jij nice vindt. En wij moeten natuurlijk wel een bepaalde kleur. Ah, en dan kan je hem gewoon erop plakken. Juist. Wow, dat is wel slim, ja. Of we halen hem er helemaal af, want ik weet niet welke kleur die dan is. Ik denk gewoon zwart. Nou, haal deze mij maar af. Ik ben benieuwd. Ja, dit kost wel even wat moeite, dit. Nou, ik trek hem er gewoon af. Ben ik klaar mee. Kijk hoe knullig dat er eigenlijk uitziet. Ja, dit is het. Dat is het, ja. Maar wel vet. Zullen we eerst de foto hier maken of gaan we dat niet doen? Jawel. Waarom niet? Zal ik van jullie maken, want jullie nieuw wel? Moet wel met licht mee. Komt ie. Nou, dat was hem al. Een goede foto. Ja. Dat was hem al. Nou, goed. Ik ga eindelijk even mijn broodje eten. We gaan eens even kijken aan de voorkant van het huis. Voordat ik en Rutger er vandoor gaan. Maar ja, soms kom je achter werkzaamheden die in één keer verrassend te pakken hebben. Tijd in beslag nemen. Juist. Maar het is niet normaal. Ja. Want je ziet helemaal geen puin meer. Dat zit er gewoon onder. Ja, je kunt hier ook zien. Dat is nu maar een heel dun baas. Dus nu zijn we hier ook. Hier. Ja, dat is perfect. En anders was het dit zand. Ja. En ja, nu is gewoon alles in de puin. Met een dunne laag zand, dus ja, dan blijft die oprit ook gewoon top liggen. Ja, want het hoort zeg maar zo dat vanaf hier tot en met zeg maar daar, dat het wel een klein beetje afloopt naar beneden. Ja, 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 want dit staat bijna 40 centimeter hoger dan de weg. Ja, bizar, hè? Ja, maar is overal. Oké. Okay. En dan heb je nog de mazzel dat je hier een lange oprit hebt. We hebben ook wel eens dat de oprit maar 6 meter is. Ja, dan gaat het echt hard. Ja, dat is gewoon bijna een schans. Ja, nu zie je het wel een beetje, maar het is niet vervelend of zo. Nee, want ja, hun hebben gewoon een hoogte en die moeten wij aanhouden. Ze ja. Kunnen niet de weg zeg maar 40 centimeter. Nou, top! En ja, hier heb je al een beeld. Jeetje! Eruit komt te zien. Kijk dan, dit is heel erg dik zeg. Wauw! Dit is gewoon het grind wat dan hiervoor ligt. Kijk dan! Het lijkt 2 keer zo groot, hè? Ja joh, het lijkt echt 2 keer zo groot, ja. Inderdaad. Jeetje! Dit is wel dik hoor, dus hier kunnen gewoon auto's op rijden. Ja, en dan wordt hij nog afgewerkt zo meteen die ronding helemaal, dat hij mooi strak is ook weer met die zwarte lijst. Ja, super dik hoor. Echt super dik. Heel erg bedankt weer Jan, ik zie je morgen. Zeker, gaan we weer vergouden. Top. Ja, fantastisch. Echt niet normaal. Woe! Lekker hoor. Zo nice dit. Mijn Matrix brilletje weer op. Ja. Of niet Rutger? Ik heb ook. Ik voel me wel zelfverzekerd met die bril. Hou dat vast. Ja. En geloof in jezelf. Ja, hey Maarten, dankjewel. Hè. Graag gedaan. Tot morgen. Fijne avond. Kalm aan. Nou, dan gaan we met de rode Ferrari. Ja, je tas moet achterin zeker? Ja, heel graag. Ja, bedankt voor het vasthouden trouwens. Lekker hoor. We hebben een drinken voor onderweg meegekregen van Myron. Ja, we gaan lekker stunten bro. Ik heb hier zoveel zin in. Dit wordt echt, ik denk fucking dik. Ik hoop dat het allemaal goed gaat, hè.
Dat is dus ook wat ik hoop. Dat is serieus. Ik had zei nog tegen Marjan. Ik zeg, ja, dat gaat wel goed komen. Ik zeg, maar je weet toch hoe Enzo is? We naaien elkaar op en het kan ook verkeerd gaan. Ja, dat kan. Maar ja, we gaan gewoon plezier maken. Dat sowieso. Ja. En dan zien we wat er gebeurt. Ja. Mannen gaan er ook vandoor. Mooi ook dat hij van die lichtjes er bovenop heeft. Dat is echt geniaal. Zo, goed warm. Zo, dat is goed temperatuurtje. Jeetje. Volgens mij net voordat Marjan uit de auto ging, want ze is er nog mee weg geweest vandaag, heeft ze volgens mij een scheetje gedaan. Toen is ze snel gedipt. Ja, dat is het. Dat ruik ik, denk ik. Maar goed om te drinken mee hebben. Zo, echt hè? Zo. Een uur en 10 minuten. Zo. Ja, wij gaan dikke file krijgen. Nou, dan hebben we wat te bepraten onderweg met elkaar. Zo, zeg dat wel. Ja, dat had ik niet verwacht, dat we in één keer dan zo met allebei een nieuw brilletje in de auto zouden zitten. Nee, ik ook niet eerlijk gezegd. Zo lekker te flexen. Nee, ik heb nooit een zonnebril op, maar echt nooit. Maar ik ben er wel blij mee. Oprecht. Nogmaals dank daarvoor. Ja, geen probleem, ik heb hem ook maar opgestuurd gekregen. Ja, maar het is gewoon ineens dat ik dan iets krijg waar ik dan... Dat had ik niet verwacht vanmorgen. Nee, dat is toch zo? Je kan toch met hele kleine dingen soms heel blij zijn? Ja, nee, zeker weten. Dat is met dit, is gewoon... Ja. Nou, echt blij om te horen. Ja. Nou goed, dan gaan we even lekker met z'n tweetjes een uur en 10 minuten in de auto. Lekker muziekje luisteren, lekker een beetje kletsen. En dan straks hebben we actie, dames en heren. Het wordt echt gekhuis. Er zijn een paar mooie scooters geregeld. Ik heb namelijk al een foto gekregen van een aanhanger met wat scooters erop. Ik ga jullie later wel even meenemen dus in de vlog hoeveel cc en weet ik veel wat, de hele reutemeteut. Maar eventjes... De reden waarom we dit gaan doen, is omdat ik zelf heel erg gek ben geweest altijd op scooters. Toen ik 16 was, heb ik mijn scooterrijbewijs gehaald op mijn verjaardag. En je mocht 6 fouten hebben en ik had 6 fouten. Nou, dat was echt een dag die ik nooit meer zal vergeten. Ik belde meteen mijn moeder op, ik moest ook bijna huilen. Gewoon, ik was zo vol ongeloof van hoe kan dit? Ja. Hoe kan ik in één keer voor iets slagen? En dan ook met 6 fouten en je mag 6 fouten hebben. Nou, mijn dag kon niet meer stuk. Ik had de scooter ook al gekocht en had ik thuis staan. Dus ik moest ook eigenlijk wel. Toen was het zo dat als je je scootertheorie haalde, dan mocht je meteen rijden. Nu mag dat niet meer. Nu moet je eerst praktijk doen, ja, op de weg, klopt, met je scooter. Ja. Ja. Want jij hebt ook je scooterrijwijs, toch? Nee, ik hoefde daar geen examen voor te doen. Oh, want je hebt eerst je autorijwijs gehaald en nee, toen had je meteen... Nee, ik mocht gewoon als ik 16 was scooter rijden. Oh, maar je moet toch theorie-examen doen? Nee, dat was niet toen ik... Ik ben 43, hè? Dus ik was gewoon 16 en dan mocht ik. Dan moet je nagaan, dames en heren. Hoe tijden veranderen. Ja, hoe in Rutgers tijd, in mijn tijd. En nu, als je 16 bent, hoe dat dan is. Ja, nu moet je dus inderdaad praktijk ook doen. Klopt. Ja, dus dat is, kost allemaal wat tegenwoordig. Ja. Wil je rijbewijs halen? Vroeger kocht je gewoon alleen een brommer en benzine. Dat is het enige waar je over hoeft na te denken. En de verzekering. Ja. Nu moet je aan alles denken en kijken wat het allemaal gaat kosten. Dat is wel duurder geworden. Maar goed, het is wel een mooi spul allemaal. Ik heb zelf een Yamaha Aerox gehad. En ik heb nu een Malaguti. Ik heb nu ook weer een Aerox. Daarom heb ik die ook weer gekocht, die Aerox. Dat was precies dezelfde die ik vroeger had. Echt een super dikke scooter. En ik had vroeger een... hoe heet die ook weer? Aprilia SR. Ja, dat waren dikke scooters. Dat waren hele dikke scooters. En de gasten die zeg maar echt die heel populair waren bij de meiden, die hadden reden op Aprilia SR. Ja, echt? Ja? Ja, tenminste bij mij op school wel. Oh, bij mij was dat een beetje de Yamaha Aerox. Dan had je het echt wel gemaakt. Dat was, omdat het ook best wel een dure scooter was altijd. Ja. Dus, maar goed, wel sowieso, je hebt verschillende, je hebt ook die brommers, die Gilera Citas en zo. Ja, super dik. Ik ben gewoon gek op brommers. Ik heb nu een motor, los van de scooters. Rutger die heeft een motor. We hebben allebei dezelfde, zoals jullie weten. Tenminste, allebei een MT10, hetzelfde type. En wij houden gewoon van geouwehoer. We houden van een beetje gek doen. En dat gaat er vandaag, dat staat vandaag wel op de planning, zeg maar. Ja, fijn. Ja. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Ja, dat merk ik echt. Ja, maar ik het is niet dat ik bang ben of zo, maar ik ben gewoon een beetje gezonde spanning. Je moet niet iets doen wat je niet wil. Nee, ga ik ook niet doen. Oké. Want je vriendin kijkt ook mee, hè? Ja. Deze vlog laat ik niet in de zin. Ik heb gezegd dat ik lekker ga barbecuen met jou. Was het goed? We gaan inderdaad barbecuen, maar dat is pas na het scooteren. Oké. Maar goed, het wordt in ieder geval hartstikke gezellig. Ik heb er zin in. 1 hour later. Het zou hier ergens moeten zijn, dames en heren. Straks aan de linkerkant. Nou, we zijn in ieder geval op een super mooi afgelegen plekje in de Bergharen. Voor de mensen die het kennen. Wat een afgelegen plekje ook. Yo. Voel je knolpower? Ja, zeker. Alles goed? Zeker, is goed. Hoi.
Hoi Donald, aangenaam. Enzo. Hoe is het? Hoi, goed, ja, ken je. Hallo. Hoi, Rutger. Hallo. Monster Dead, hè? Monster Dead. Ja, supporter, daar hou ik van. Wat een zieke rap, gast. Ja, dankjewel, maat. Nee, dit vind ik al meteen goud, hè? Ja. Die vader met een shirt van wat zijn zoon doet. Ja. Dat is goud. Dat is echt goud. Monster Dad, zegt hij. Monster Dad, zo schattig. Oké, we zijn dus bij Monster Tube. Die maakt allemaal scooter content. Zo, die heeft de bril ik even lekker bril op. Zo, dit is wel een lekker treintje hier zo. Enzo. Hi. Hi, Rutger. Zo, wat hebben we hier allemaal staan? Een dikke crossmotor? Ja, dit is de KTM. Dat is een 125 EXC. Oké. Okay. En dit is een Zip. Wat? Hij is helemaal gepaint of zo op een speciale manier. Wat ja, is dit? Ja, geairbrust, ja. Oh ja, dat bedoel ik. Ja, ja, geairbrust. Dat is niet standaard, toch? Nee, klopt. Zo, die ziet er dik uit. Ja, dankjewel. Oké. Okay, en dit is jouw jeugd. Ja, man. Dit is jouw jeugd. Dit is de Yamaha Aerox. Hier had ik het over. Dit ding is zo ziek. Die maken ook een lekker geluid, hoor. Gruwelijk. Teruglopen eronder. Dit ding, dit is het leukste. De Thomas. Ook gewoon de 50-50 velgen. Ja. Lekker, hoor. Bad eentje erop. Ja, dat is het idee. Maar kan je al wheelies? Ja, ik kan wel een beetje wheelies, ja. Maar deze ik, man... Ik niet. maar jij rijdt wel motor met Enzo. Ja, klopt. Ja. Maar Enzo die kan echt, zeg maar, wheelies. Dit heeft hij van vroeger natuurlijk geleerd. Maar ik durf dat niet echt. Maar kan je me dat leren? Is dat te leren? Ik ben er ook helemaal niet goed in, maar... Nee, joh. Gaat helemaal goed komen. Anders leer ik het je wel, joh. Hoppa! Dit is een ander geluidje dan mijn Aerox, hoor. Ja, wow! Dat ding is fel, joh. Ja, joh! Dit is wel ideaal, want hier kan je wheelies op oefenen met dat evenwicht. Ja. Als je achterop gaat zitten en je doet je voeten zo aan de zijkant, dan... Dan kan ik mijn voet op de grond houden. Snap je? En dan kan je wel gewoon naar achteren. Oh ja. Ja, nee, ik ben goed. Nee, maar op, dit is wel een ander geluid. Lekker, man. Lekker, bro. Veel plezier, hè. Ja. Ga je wheelie op doen nu? Op deze of die? Ja, doe maar op deze dan. Okay. Daar moet jij het ook op doen. Ja, ik ga kijken hoe hij het doet. Wel voorzichtig, hè. Maar kan jij daar de wheelie op? Nee, denk ik niet. Maar deze kun je dadelijk wel omdoen. Ja, ga ik doen. Ik ga heel eventjes inbreken in mijn eigen vlog, want ik heb een mededeling. Dit is even een waarschuwing dat doe de stunts die je straks gaat zien alsjeblieft niet na. Als je de openbare weg op gaat, doe een scooterhelm op. Dat is namelijk verplicht. En je mag geen stunts doen op de openbare weg. Wij hebben daarom ook hier in deze vlog een eigen privéterrein bij een bedrijf gefixt. Hier hebben wij toestemming gekregen om stunts te doen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Want dit is iets wat ik vroeger altijd deed op het industrieterrein. En dit is gewoon een afgesloten privéterrein waar het mag. Maar onthoud goed, wees voorzichtig op jezelf. Doe geen gevaarlijke dingen. Doe mij niet na. Ik ben in deze vlog een professionele stuntman. Oké, veel plezier. Ciao. Wat? Hij kan heel goed wheelie. Hij kan fucking goed de wheelie. Hij kan goed wheelie. Maar hij zei dat hij niet kon. Easy. Nou. Ik ga dat niet doen. Hoe snel Rutger switcht is niet normaal. Hier, hoppa. Wel heel dik dit, hoor. Fucking dik, gast. Dat geluid is ook gruwelijk, hoor. Lekker, hoor. Ja. Dik. Oké, we gaan even alles installeren. Dan gaan we eens een poging wagen. Kijk, deze kan je in je mond doen als je wheelie doet. Nee, bro. Die heeft Pecco gisteren zijn mond gehad. Ik doe niks in mijn mond. Die heb ik toch schoongemaakt? Heb je schoongemaakt? Ja! In de vaat was het gedaan of wat heb je gedaan? Ja, die heb ik hier. Er zit nu alleen weer zand op. Nee, die heb ik gewoon... Ik doe maar in mijn mond. Hartstikke idee, bro. Hartstikke idee. Wow, jassie ja, alles. Ja, jongen. Hier. Kijk hoe je eruit ziet, man. Bro. Kijk hoe jij eruit ziet. Kijk hoe naar ons. Nou, dan gaan we, dames en heren. Let's go! Wezen! Bro, doe wel voorzichtig, hè. Ja! Lekker, bro! Wow!
hoe kan hij dat doen? Maar bij Enzo is het zo... Hoe kan je zo goed aan een wielen? Ja, maar dat is precies. Als hij ergens op gaat zitten, dan is het binnen no time kan hij het. Ik denk dat ik het wel beter kan op die zip. Dit was al fucking dik, man, wat je doet. Ja. Ja, was nice. Ja. A few moments later. Ik moet even een helm pakken. Nou, dan gaat Rutger, dames en heren. Ja, Rutger die vindt het een beetje tricky, dames en heren. Die heeft ons net gezien met wheelies en zo. En die vindt het wel heel tof, maar die vindt het wel super spannend. Nee, ga je het niet proberen? Ik ga het sowieso mis. Oké, ja, dan moet je het niet doen. Deze scooter is echt dik. Ja, ja. Je kan hier zo makkelijk een wheelie mee. Ja. Je kan hier gewoon alles op doen. Het is jammer dat die spiegels erop zitten, maar eerder deed ik altijd mijn voeten erop en dan wheelie. Maar ik kan wel proberen. Ja, probeer eens. Zulke goede mensen om me heen. Maar ik heb een beetje twijfel, jullie meteen, ja, probeer eens. Ja, dat is toch vet? Oh, als dit lukt, hè. Oh. Ik weet niet of ik hem omhoog krijg. Ik krijg hem niet omhoog, ben ik bang. Hey, kom eens achterop bij mij. Ik ja, gaan we samen wheelie doen. Kun je met twee mans een wheelie? Geen idee. Geen idee. Hebben we nooit gedaan? Nee, we proberen toch. Waar moeten mijn benen? Doe je voet hier. Waar? Gaan we altijd stukken, jongen. Nee, je moet niet leunen naar één kant, hè? Ja, bro. Maar wil je alsjeblieft voorzichtig? Ja, tuurlijk. Moet als ik doe 1, 2, dan moet je naar achter, ja? 1, 2. Ja! Blijf zitten, blijf zitten! Bro, blijf bro, zitten! Bro, ik was heel bang! Ah ja, blijf zitten! Nee, ik heb een achter hem, vertrouw me. Hij is de doodangst te uit. Hij loopt meteen weg en doet zijn helm af. Bro, jij durft achterop toch? Ja. Hoezo kijk je je vriendin aan? Ja, zij beslist het meestal. Want nee, ik moet wel zeggen, dat heb ik ook. Marvin heeft altijd goede invloed. Dus in ja. Mag ja, doe maar even. Doran bij mij achterop. Ja. Trouwens, ik heb echt een ziek experiment bij dit ding. Oké. Wow! Oh, ja. Zo! Natuurlijk!
sowieso, die uitlaat is wel gruwelijk hoor. Die is gewoon mooi afgewerkt met dat airbrush ook. Nou, hier zo, dat is echt dik zo. Ja, als ik hier WD-40 of olie op spreek, dan wordt die hele pijp zo blauw. Oké. Oké, goed dat je het zegt. Oké. Nou, zullen we dat niet doen dan? Zullen we met Willy samen doen? Ja, is goed. Bro, maar dit is ook weer typisch jij, hè? Doet gewoon een wielje alsof het niks is, maar hierbij... Ik ging bijna om mijn bekje, omdat ik gewoon een gast had. Ik was vergeten dat ik op de vloer stond. Ja. Jij vertrouwt me wel, toch? Nee. Nee. Hou hem goed vast, hè. Goed je handen zo. Ik heb grote handen, hè. Dit komt goed, hoor. Wil jij nog een keer proberen? Eén keer. Ja, lekker Rutger! Ja, lekker! Rutger, ja. Rutger! Ja, deze scooter, ik ben verliefd op deze. Ja, overkopen? Ja, deze is echt dikst. Ja. Ja, ik had ook een vriend van mij, Noël, misschien ken je hem. Wie? Noël. Ja, ja. Die heeft ook zip gehad. Ook met van die poef. Ja. Dik hoor. Ja, nou, ik heb hem veel te rijk laten lopen, dus de carburateur te rijk afgesteld. Ja. En dan knalt hij hard. Ja, is nice hoor. En straight pipe. Dus Ja, is echt goed gelukt. Ja. Dat zit echt mooi in elkaar. Echt dik. Het knalt wel lekker. Dit vind ik ook vet. Het lijkt wel 3D geprint. Ja, klopt. Dat is het ook denk ik. Ja, dat is 3D geprint. Ja, en dit is Lekker bro! Lekker, dat is hem! Kom op dan! 1, 2... Lekker bro! Ja! Lekker bro! Yes! 1, 2... Lekker man! Lekker man! Lekker ja! Oh. Oh, we gaan nog een keer! Ja? Hij begint nu leuk te vinden. Oh. Eerst even weer oefenen. Zo hé! Hey. Het is echt de jeugd van Enzo geweest. Aerox rijden. Vol op zijn plaat met een stopje op een Aerox. Denk het wel. Is dat oké voor jou? Ja, ja, prima. En hier komt Enzo met een stopje. Oh, dit is zo leuk, hè? Ik ben even klaar. Ja. Zo, die was echt op het nippertje. Holy shit, man, die was ziek joh, hè. Hey, bedankt man voor het vertrouwen. Ja, geen probleem. Bedankt. Echt fucking gruwelijk, jongen. Dit is echt nostalgie voor mij. Ja. Dus dit was echt voor mij toen ik 16 was. En gewoon heel veel gezeik had overal, thuis, ruzies. Ja.
Toen ging ik gewoon naar een industrieterrein waar niemand was. En ging gewoon echt 3-4 uur lang. En dat industrieterrein was naast een tankstation. Een afgelegen tankstation. Ging gewoon 3-4 uur lang alleen maar wheelies. En dat is je hoofd leeg. Ja, dat. Echt wheelies, toppies. Ja, dit is ook super spannend. Hey! Ho, ho! Dames en heren, de zip. Wat voor cijfer geef ik die? Eventjes denken. Laat ik zeggen, een 9. Ja, ik geef hem een dikke 9. De Aerox, die krijgt een 9,5. Oh. Wat? Dat doet je pijn? De Thomas, die geef ik een 7. Echt? Ja. Ja, door de bad eend 6,5. Nee, een 7. Nee, gekheid. Ik geef die Aerox wel het hoogste, omdat dat is gewoon jeugd voor mij. Ja. Maar die zip is wel gewoon super dik en ziek getuned en zo. Alleen, ik heb nooit een zip gehad. Ik heb nooit iets met een zip gehad. Dus ja, dan vind ik een 9 nog echt wel hoog. Ja. Binnenkort ga je supermoto projecten starten. Ja, dat zou wel heel erg dik zijn. Doran die gaat bezig met die KTM ombouwen tot een supermoto. Dus je wil een paars maken of zo? Ja, ik ga een paars roze helemaal en dan jij in het rood bouwen. Ja, ik zei van nou, als je zo eentje gaat bouwen, dat lijkt me ook wel tof. En dan helemaal in het rood. Dus het zou wel een vet project zijn voor Doran die kan doen om een rode KP supermoto te bouwen. Maar dan wel zeg maar met aan de linkerkant niet alleen de koppeling, maar ook zo'n klein remmetje, weet je wel. Kan je heel makkelijk wheelies doen, dat is dik. Maar dit is gruwelijk hoor, die terugloopuitlaat uitlaten zo, Yasuni, dat is echt, dit is echt oldschool. Dit is echt super dik. En ja, met die zip, daar kan je zo makkelijk wheelies mee doen. Dat is echt niet normaal. En knallen meekrijgen. En knallen, ja. Dat vinden veel mensen ook mooi. Alleen, bro, die zip, daar moet je toch echt proberen even wheelie op te doen. Nee, ik ga het niet meer doen. Je kan me niet overtuigen. Kom er nog even achterop dan? Nee, ja, misschien straks. Echt niet? Nee, ik ga het niet zelf doen. Oké. Okay. Maar ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer ging het iets minder goed. Maar op een gegeven moment, ik vertrouw je wel echt nu. Ik vertrouw je echt volledig. Bro, hoezo niet vanaf het eerste moment? Nee, maar we zijn één keer, ik wil het terugzien op beeld, maar volgens mij heb je één keer dat we echt een beetje scheef gingen. Want toen zette ik ook mijn voet neer. Ja joh, dat is nieuwe rijd. Ja. Wil jij bij me achterop als ik wil doen? Probeer niet. Schroei, probeer. Dat heb ik ook nooit bij jou gedaan. Tuurlijk, ik moet gewoon mij vasthouden en dat doe ik wie, ja? Probeer nou gewoon. Nee, ik beloof, we gaan niet vallen. Okay. Als ik vallen, jongens. Nee, hij gaat niet vallen. Dat is content. Ja, content. Hey, deze maat moet ik hebben. Serieus, die is mij veel te groot. Ja, dit is mijn helm. Ja, Rug heeft een klein schattig hoofdje. Wat voor maat is dit? Wat voor maat? Esje. Esje? Ik zou het niet weten. Jawel, Esje. Een kinderhelm. En Rug geen kinderhelm. Dit is nou echt ter plekke, dit doet hij nooit. Eerlijk? Nee, maar zie je, maar daarom geef ik het een 9. Want ja, dan dit is hij zo. Nee, dit is nooit. Dit moet ik echt toegeven. Ja? Ja? Dit ding start normaal echt. Hij heeft een vloek op jou. Ik kan die kickstarten en als ik eerst naar de winkel ging, pakte ik altijd deze. Want deze en die. Ja, want daarom krijgt het een 9. Want die elektrische start moet het gewoon doen bij een 10, toch? Ja, vind ik ook. Daar gaan we, Willy! Kijk, goed vasthouden, hè? 1, 2. Hou je benen erop, hou je benen erop. Geloof me, hou je benen erop, ja? Je moet echt je benen vasthouden. Of je benen erop houden. Als jij bloot, dan moet je niet houden. Nee, ik beloof het echt. 1, 2. Oké, dit gaat al beter. Oké, 1, 2. Hou je benen erop, hou je benen erop. Ja, dat is automatisme, dat snap ik. Maar dat komt goed. Ja, het lukt wel hoor. En? Ja, zijn we klaar? Ja? Dankjewel. Respect hoor. Ik ook nog een keertje achterop. Dat is echt leuk. Dat is echt leuk ook. Twee keer toen die beentjes van hier zo. Maar dat is gewoon automatisme, dat snap ik. Als je naar achter gaat, dat had jij net ook al begin. Dan heb je zoiets van, oh mijn god, we gaan vallen. Precies dat punt waar je zit, dat is echt zo'n doodpunt. En daar, als je daarin zit, dan hoef je alleen maar een klein beetje gas te geven. En dan, heerlijk. Ja, ga jij wel achterop? Ja, als ik nou de wheelie probeer. Ja, is goed.
Ja, is geen probleem. Ik stap wel af hoor. Dan gaat hij verder. Ik vind het prima. Ik weet niet, heb je het ooit gedaan? Nee. Nee, ja. Oké. Okay. Tjus! Oké, 1, 2. Het was veel te hard. Het was veel te hard. Ik zei al, ik stap gewoon af, hè. Nou weet je evenwicht. Oh, oké, ligt aan evenwicht. Let's go! Oké, nu ga ik staan. Wow. Ik kon me niet vasthouden. Dat was goed. Af en toe is het wel even je balans zoeken. Af en toe dan ga je echt zo'n beetje heen en weer. Zo wow, 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 wow. Als hij helemaal warm is, dan doet die elektrische start het wel, hè? Ja. Lekker dan, we gaan eten! Lekker! Op dit moment dacht ik, nu is het mooi geweest, de scooter ga je niet naar binnen rijden. Maar toen zei iemand in één keer dit. Rij maar verder, werd er gezegd. En dat was door deze meneer. En deze meneer is de eigenaar van het bedrijf. En het is echt een briljante man. Hij vond het helemaal geweldig. Sterker nog, hij wees zelfs aan naar de dansvloer en die zei, ga daar maar even mooi op rijden. Nou, dat hoef je mij geen twee keer te zeggen, kan ik je vertellen. Ik edit deze vlog nu en ik hoor die man nu pas zeggen, prachtig, prachtig, nog een keer, nog een keer. Dit is geweldig. Zo, het is tijd om te eten. Zo! Niks is te gek hier. Hola! Hartstikke mooi, hartstikke mooi. En die vlichten erbij. Ja, dat is echt fantastisch. Toen hebben we heerlijk gegeten met z'n allen. En natuurlijk gaat er geen moment voorbij dat Doran eventjes een stukje mee mag in de auto. Maar zelf ook mag rijden. Want ik mocht natuurlijk ook op zijn scooters rijden. Nou, gaan we even een stukje toeren. Tot zo! Nou, mag jij rijden? Oh, dit stuur ook. Ik vind het echt een eer dat ik hierin mag zitten. Dankjewel, man. Ja, alsjeblieft. Oh, dat is zo rot. Oh, joh. Oh, dat is zo ziek, gast. Oh, die klappertjes zijn zo... Ja, zo mooi. Ik ga wel uit de auto en dan moet je me even reffen en dan kunnen de mensen even horen. Ja, is goed. Oh, ik vind het zo ziek, joh. Dat is lekker. Oh. Ik vind het helemaal geweldig. Oké, Romy nog even snel een stukje mee. Oh, normaal doen, hè. In het begin durfde ik niet zo achter op de scooter bij iemand. Nou, nu reed je zelf al op die KTM. Ja, dat. Dus niks aan de hand. Toen zei ik tegen Romy dat ik even een remmentest ging doen en dat het best wel heftig kon zijn. Maar ze wilde het graag meemaken, dus hier komt de remmentest. Leuk, leuk. Deze auto remt zo hard, hè? Dat is niet normaal. Echt zo, jongen. Echt waar.
ben ik jou zat voor vandaag. Sorry. Oké, dames en heren, we zijn terug van een lekker ritje. En nu ga ik samen met Rutger nog een lekkere wheelie doen op de Zip. Als afsluiter. Als afsluiter, ja, daar gaan we voor. Zo, daar gaan we weer, dames en heren. Ondertussen zijn we gewoon professionele stuntmannen. Ja, met een vol buikje. Ja, lekker gegeten. Ja, ik vind het wel echt heel erg leuk hoor. Ik vind het echt super tof. Ik ook. Ik heb echt zo'n leuke dag. Ja. Ja. Nee, maar echt. Het is echt gewoon lekker klooien. Ja, lekker jongens onder elkaar. Ja, heerlijk. Mocht dit de laatste keer zijn, waarschijnlijk gaat het nu alweer mis. Dat kan niet anders bij Enzo. Maar goed, als het goed gaat, dan ben ik blij. Als het misgaat, nou, dan weten jullie dat ik het in ieder geval gezegd heb. Hoppa, daar is hij. Wheelies maken. Lekker! Wauw, dames en heren, ik heb het al eerder gezegd in de vlog. Enzo is echt een topkerel, echt. Wow. Hey! Zo! Het is moeilijk, want we moeten eigenlijk iets meer snelheid hebben. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik niet. Dit is goed. Oké, dan doen we nog dit een keertje, ja? Ja. Deze rem is heel goed. Echt, serieus. Nee, maar ik wil hem niet kapot maken. Het gaat sowieso kapot. Ik weet het niet. Ja. Maar dit is jouw achterrem, hè? Dus, ja, dat is... Maar de kijkers weten ook dat het sowieso kapot gaat. Nee. Doe eens een klein stukje. Dat gaat niet kapot, echt niet. Maar als je niet wilde, moet je het niet doen. Want ik vind, als er wel iets gebeurt, dan vind ik het zonde van een mooie kapper. Dit heeft hij er net op, toch? Ja. Gewoon proberen. Gewoon. Nee, probeer het dan tenminste uit rijden. Gewoon een beetje. Gewoon voorzichtig. Nou, ja. Ja, en doorpakken. Hij vindt het wel leuk. Hij vindt het wel leuk. Ja. Ja, lekker. Ja, trots op Rutger. Let's go. Woehoe! Ja! Zo! Dirty Hackers, gast. Lekker, maat. Lekker, maat. Thanks, bro. Lekker, bro. Je hebt lekker gedaan, hoor, bro. Dank je, bro. Serieus. Hij staat er. Dikke. Hij doet het wel. Ja, knap, hè. Ik wou een rondje en alweer wheelie door. Yo, deze scooter is zo fijn voor wheelies, hè. Blijf vet, hè. Ja, dat is heel vet. Zo! Dat was echt dik. Ja, joh. Fucking holy nice. Tieten, gast. Moest u het gas nog gebruiken? Hoef je niet meer gemaakt te worden, Anton. Dit is aan mij nou. Ja, ik wil echt, nogmaals, ik wil u heel erg bedanken dat we hier gebruik mogen maken van de ruimte. Ja, graag gedaan, man. U doet er ook echt heel veel mensen plezier mee, want al de jongeren die vinden het ook helemaal geweldig. Vind ik geweldig, ja, helemaal in extase. Ja, supermooi. Ja, echt mooi. Van deze meneer is het bedrijf en we mogen gewoon gebruik maken van de ruimte hier en zo. En zo net in de café even wheelie en zo.
Ik was verplicht door deze meneer om een wheelie te doen binnen. In zijn eigen café. Dat was niet mijn eigen idee, hè? Hij vond het helemaal mooi. Is alles te filmen en zo? Grandioos. Echt mooi. Super mooi, man. Top. Gaan wij in de auto onderweg naar huis? Ja, even tot rust komen. Even tot rust komen, ja, joh. Lekker maat, alles is goed geleefd. Woe! Nou, we gaan afscheid nemen ook van de Aerox, dames en heren. Wat een beest is dat. Niet normaal, wat een optrekkracht heeft deze. Dit is echt ziek. Voor de laatste keer. Zo, ik zweet me helemaal kapot. Dankjewel. Geen probleem. Thanks voor de ontvangst. Zuur benzine kosten wel. Ja, doe dat. Doe dat, vooral. Nee, dankjewel voor het eten, gezelligheid. Ja. Hier, daar komt de vader van Doren nog even aan. Hola! Mooi man, één grote gezelligheid hier, echt jij top. Jij ook echt super bedankt voor het komen. Ja tuurlijk, ja. Geen probleem. Echt, altijd, super gezellig. Echt top. A few moments later. Zeg het nog eens. Oké, okay, bro. Oké, okay, bro, wat is er gebeurd? Was er een pakketje van jou bij mij? Ja. Oké, okay, en wat voor pakketje is dat? Weet ik niet precies. Volgens mij van iets van magneten, denk ik. Oh. Had je... Een doos. Een doos, ja. Wel een doos. Ja, ik heb wel een doos opengemaakt. Die... Ja, volgens mij stond mijn naam erop. Weet ik niet zeker. Maar er zaten zonnebrillen in. Polarize. Maar die had ik niet besteld. Heb jij die besteld? Ik heb geen Polarize zonnebrillen besteld, nee. Oh, gelukkig. Oh. Wij waren even bang dat we jouw bril op hadden. Daarom moesten we lachen, bro. Want ik had de bril en die had ik toevallig nu op. En ik was bang dat ik jouw pakketje dan nu op had. Ja. We waren bang dat jij brillen had besteld en dat wij dat nu op hadden. Ja. Oh, op die manier. Nee, nou, als jouw naam erop staat, dan dat is jouw naam, toch? Ja, dat meende ik. Maar ja, ik scheur gewoon alles over wat ik binnenkrijg. Ja, er stond alleen knol op. Echt niet. Nee. Kijk dan, wat een lucht. Jeetje, Mina. Echt mooi. Zo ook met die kerk zo, zie je dat? Ja, heel mooi. Prachtig, hoor. Het is net een ansichtkaart. Ja, inderdaad. Ja. Jezus, wel een oude lullenopmerking, zeg. Ja, ik besef het mezelf ook. Nou, we hebben even lekker milkshake gehad. En wat hebben wij gelachen, zeg. We hebben echt een mooie dagje gehad zo. Ja, echt. Dus dat is genieten. Dus we zijn 10:45 thuis. Dan moet jij nog een stukje naar Alphen aan de Rijn toeren. Ja. Maar lekker, man. Heerlijk. Echt genoten. Ik ook. Hallo, hallo. How is life here? Nice. Good evening. Hey, Myron. Hoi. Wat ga je doen? Deze water vervangen. Oh, plantwater geven. Ik heb een plantje gehad, dus nu gaat ze ineens de plantjes vervangen. Ah, nice. Nou, hij gaat goed. Die heb ik veel vervangen hoor al. Ja, weet je, schat. Lekker mooi zo. Bezig. Ja, was gezellig, was nice. We zijn weer thuis, dames en heren. Het is 11 uur. Gaan ze lekker een beetje toe. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.